Deze nieuwsuitzending die gaat over een artikel uit de Dagelijkse Standaard. Wat voor een website dat nou precies is, weet ik ook niet. Het is een Nederlandse site in ieder geval. Ik lees het even voor. Steeds zotter, dubbele punt. Ook het lidwoord het is nu ineens je reinste discriminatie. En dan komt, dit is geschreven door Tim Engelbart. 20 december, dat is vandaag, toch? Dan gaat hij beginnen. Het Nederlands zou op de schop moeten worden genomen, omdat het momenteel voor allochtonen te lastig is om onze lidwoorden afdoende te leren. Met name het onzijdige lidwoord het moet het ontgelden. Dit woord is discriminatie. Zo moeten we vandaag vernemen van trouw-columnist Naïma Tahir. Kijk hoor. Als je komt uit Pakistan. Dat woordje is discriminatie. En dan komt die briljante Pakistano, die komt even zelf aan het woord. Weet u hoeveel uren ik per week met het groene boekje in de weer ben? En hoeveel uur in de week ik zwoeg op mijn teksten, die vervolgens toch nog gecorrigeerd moeten worden? Om dies, dat en dies en deze. Dat is met deze tekst ook gebeurd. Wat een tijdverspilling. Wat een discriminatie. Wat een permanente achterstelling van ons allochtoontjes. Dat moet anders. Daarom heb ik een voorstel. Schrap het uit onze taal. Vervang het door de. En natuurlijk ook dat. Door die. Dus voortaan is het de man, de vrouw en de kind. Dan zeggen ze hè, dat mensen uit die andere gebieden dat die een beduidend lager IQ hebben. Dat is vastgesteld hoor. Maar nu zie je de gevolgen ervan. Dus die lage IQ-lui, die komen naar Nederland en denken ze, wat? Wat? Praten ze hier geen Pakistaans? Ja, maar dat is achterstelling van allochtoontjes. Waarom zijn er geen Pakistaanse wegwijzigingen? Oh, we komen toch uit Pakistan? Wat zijn dat voor onwelkome gedragingen van de Nederlander? De huis, de straatje. De dorp, de land, de schip. Ja, natuurlijk. Ik snap wel dat het moeilijk is hoor, voor mensen om op latere leeftijd nog Nederlands te leren. Alhoewel dat voor Engelstalige mensen relatief makkelijk is. Dus voor Engelstalige mensen die Engelstalig zijn opgevoed, hè, is het relatief simpel. De makkelijkste taal om te leren. Nederlands. Als tweede taal. Ja, deze mevrouw uit Pakistan. Zo. Ik hoop maar niet dat ze in Nederland geboren is. Dat zou toch te erg voor woorden zijn, hè? Zo. Naïma Tahir. Dus zij is ook tegen Pauwnet. Ja, ik ook. Maar je hoeft niet te verbannen. Ja, maar dat wil ze dan wel. Oh, dat moet verboden worden. Nou, je moet er niet naar kijken. Dat moet je niet doen. En meer niet. En het woordje het uit de Nederlandse taal. Ja, is een kwestie van veel Nederlands spreken. Dan leer je het vanzelf hoor. Die jongen gaat met dat meisje naar dat feest in dat dorp.
Ja, en als je dan denkt van, Jezus, mijn Christus zeg, moet je dat Nederlands, ik krijg het maar niet onder de knie. Ja, dan moet je ergens gaan wonen waar je de taal wel kan leren. Ik ga toch ook niet naar Frankrijk verhuizen en zeggen van, ja, le en la, dat schaffen we af hoor, het is allemaal la. La 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 la, want anders worden wij Nederlanders allochtoontjes achtergesteld. Dus in die Parijzenaren, en die moeten ook niet meer zo binnensmonds gaan praten. Allemaal een beetje rustiger praten, dat wij het goed kunnen verstaan. Want anders worden wij, zeg het ook weer, dan krijgen we een permanente achterstelling op de Fransozen. Het zal dan niet serieus zijn, hè? Wie is dat dan eigenlijk? Oh, ze is Fok. Zij is een columnist bij de Trouw. Squeeze me. Maar ze weet niet van Deurnet. En het groene boekje heeft ze de godganse tijd nodig. Nou, ik zou niet weten waarom. Ik heb het groene boekje niet nodig, hoor. Ja. Kijk hoor. Oh, ze is geboren in Slough. Ze is in Berkshire. Ze heeft Nederlandse... identiteit of zo. Okay. In 1980 kwam het gezin naar Nederland om zich te vestigen in Etten-Leur. Oh, wacht eventjes. Kijk, het gezin kwam in Etten-Leur. En zij, Naema Tahir, die woonde achterin volgens in Slough, Etten-Leur. En ergens in Faisalabad, in Punjab. En dan in Leiden, Lagos en Straatsburg. Okay. Oh, ze werkt als jurist voor Nederlandse en internationale instellingen. Ja, precies. Nederlands leren is het niet echt... dat is echt niks. Oh, je hebt wel Nederlandstalige boeken geschreven, maar... Er staat hier, omdat Nederlands haar vierde taal is, gaat het schrijven in deze taal haar beter af als ze in de gelegenheid is de taal regelmatig te horen, te spreken en te lezen. Ja, lijkt me ook. Ik heb hier nog een metertje Martin Toonder boeken staan. Naemi Tahir. Naema Tahir. Kunnen we over praten hoor. Voor €1500 is die meter Martin Toonder boeken van jou. Ik wil je elke dag Martin Toonder lezen. Ja, Nederlands luisteren. Ja, je hebt bij de VPRO. Dan kan je die dvd's halen van Radio Bergijk. En... niet te vergeten, Jiske Vet, ja. Sint-Hubertus Hoef. Elke dag even een uurtje luisteren naar Jiske Vet. Oh, zij is een kritisch moslima. Fout Nederlands, by the way. Dat is een kritische Mohammedaan. Ja, en aan welke dan? Shiïtisch, Soenitisch, Salafistisch, zeg maar. Zij was een van de 6 vrouwen die geïnterviewd werden in het boek De Derne Feministische Golf van de Vlaamse politiek filosoof Dirk Verhofstadt. Ja, misschien bedoelt ze het als geintje. Kan ook. Maar het is een beetje een lelijke opmerking, hoor. Om te stellen dat het Nederlands... dat moet aangepast worden, want alleen Nederlanders kunnen Nederlands spreken. En dat is een barrière voor andere mensen. Nou, spreken toch Engels? Door die Duitsers die hier komen, dus hier in Arnhem, heel veel Duitsers. Die komen even vanuit, waar komen ze vandaan? Kleve of zo. Oberhausen. Die spreken gewoon Duits hier op de markt. En dan mag er ook Duits lullen. Als je dat liever hebt, dan ga je toch Duits lullen. Een guten Tag bieten. Waar is das Bahnhof? Was het die Bahnhof? Ik denk die Bahnhof.
Nou, dan wil mevrouw naar Amy natuurlijk, nadat ze in het Nederlands alles heeft gereduceerd tot de. Gaat ze daarna natuurlijk naar Duitsland. En dan gaat ze die en das gaat ze even afschaffen. Nou, dat brauchen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Das die und das das. Nee, blij word je ervan. Ik vind het raar hoor. Ik vind het echt heel gek. Je kan je toch niet voorstellen dat wij naar Pakistan gaan en dat we daar gaan lopen zeiken over de Pakistaanse taal. Ja, nou is al dat gekriebel. Ja, maar dat moet echt de normale lettertjes worden. Zoals we er thuis ook gewend zijn hoor. Een beetje eenvoudig. Want anders worden wij permanent achtergesteld. Wat een discriminatie. Dat staat hier ook, hè? Weet u hoeveel uren ik per week met dat groene boekje in de weer ben? Vraagteken. En hoeveel uur in de week ik zwoeg op mijn teksten, die vervolgens toch nog gecorrigeerd moeten worden op dies, dats en dits en dezes? Dat is met deze tekst ook gebeurd. Wat een tijdverspilling. Wat een discriminatie. Ja, nu gaan we daarover zeiken. Jezus, van een stomme bitch. Het is te erg voor woorden, vind ik hoor. Dus, ik snap die Mohammedanen ook niet. Dat ze dit soort onbenullen het woord laten voeren. Zoals als wij met mijn familie en alles, we zaten in Pakistan en ik had een of andere gekke nicht en die heet Gerda van den Berg. En die is een columnist voor de Pakistaanse Daily. En die gaat er eventjes lopen vertellen dat het Pakistaans aangepast moet worden, want wij Nederlanders kunnen het net niet begrijpen. We hebben de hele tijd de Pakistaanse les nodig, want we gaan niet om met mensen die Pakistaans spreken. Want dat zeggen ze ook nog, hè. Oh, dat staat op de Wikipedia. Die pak ik er nou niet meer bij. Ja. Dat je om moet gaan met Nederlanders. Ja, maar dat doet ze niet. Nee. Een goede kritiek. Die heeft dingen hier geschreven. Tim Engelbart. Op dedagelijksestandaard.nl. Het lidwoord het is nu discriminatie. Ja, daar ben je mij kwijt. Ja. Wij Nederlanders hebben al geen recht op een eigen land. Iedereen moet er ook komen wonen. En dan mogen we binnenkort geen Nederlands meer spreken. Nee. Je moet een beetje rekening houden met al die mensen die geen Nederlands kunnen. Ja. Dus ontwikkelingshulp binnen eigen grenzen. Maar vroeger was het heel ingewikkeld. Dan gingen we helemaal met de boot. Ja, een mannetje of 10. En dan gingen we dan in het buitenland een mannetje of 10.000 helpen. Maar dat was zoveel werk. Dus, nu blijven die 10 man gewoon lekker in Nederland. En dan komen de 10.000 die hulp nodig hebben, die komen naar Nederland. Dat is veel economischer. Dat scheelt namelijk iets van bijna 10.000 vliegtickets. Die je anders niet hebt. Oh, ze mogen ook met de boot, hoor. Tja. Hij zit wel leuk ook. Ja. Als ik zo'n stomme nicht had die dan weer in Pakistan zaten, dan had ik nog echt mijn familie gebeld en zei: kan er iemand even ter Gerda van den Berg even de mond snoeren? Want dan rot ze maar terug naar Brabant. Dus als je geen Pakistaans kan, wat doe je dan in Pakistan? Dat is leuk voor haar, hoor, dat ze 4 talen kan. Hoeveel kan ik? Nederlands en Engels kan ik vloeiend. Ja, zo goed als. Duits kan ik verstaan. Spaans kan ik aardig verstaan. En Frans ook een beetje. Het gaat. Ik ken wel een hoop dialecten hier in Nederland. Of dialecten, heel hoop. Ik weet wel een beetje hoe het Achterhoeks klinkt.
Drens, Gunnings, Frisk. Frisk is trouwens geen dialect, dat is een taal. Een Limburgs. En deze soep-Mohammedaan met een hoofddoek om. Hij loopt een beetje te pochen met wat. En er is iets mis met Nederlands. Nee, in Pakistan is het leuk. Ons een beetje de les komen leren over onze eigen godverdomme taal. Nee, waar haal je het lef vandaan? Je zet jezelf erg te kakken. Mevrouw Naema Tahir. Je laat wel even zien hoe stupide de Pakistanen zijn. Ze worden in Engeland worden ze ook Pakis genoemd. Maar dat mag niet meer, dat is politiek niet correct. Maar met dit soort uitspraken. Nederlands is te moeilijk voor allochtonen. Ja, ga dan naar China. Sambal bij. Ja, ik sprak Nelson, dat is een tijdje niet meer gezien. Hele mooie man. Die komt uit Chili. Die is als politiek vluchteling, is die als in de tijden van Pinochet. En zo. Hij is iets jonger dan ik, maar niet veel jonger. Hoor. Hij ziet er prachtig uit, met mooie tanden, jongen. Een hele aardige man, heel vriendelijk. Ja, die spreekt niet Chili's, maar die spreekt Spaans. Hè. En hier Nederlands moeten leren. Ja, en die had het er ook over. Ja, dat de en dat het. Maar die slimmerik, die maakte overal een verkleinwoordje van. Want het is de straat en het straatje. Dus hij verkleinde alles. Hè. Ja, als je het verkleint, is het altijd het. Dat is nogal makkelijk. Kijk, de staat voor het zelfstandige. Het verantwoordelijke ook. Dat waar je in principe geen zorgen over hoeft te maken. Want dat is goed genoeg. En het, dat betreft allerlei dingen zoals kinderen en huizen en ja, alle kleine dingen. Zo. Het bootje. Ja, dat staat voor dat wat je moet beschermen of moet onderhouden of waar je voor moet zorgen. Dus daarom is het ook de vrouw, de man en het kind. Want de man en de vrouw, daar hoeft het kind niet voor te zorgen. Maar de man en de vrouw moeten zorgen voor het kind. En dat wil ze afschaffen. Ja. Even Nederlands cultuur elf erfgoed vernietigen. Ja. Nee, dankjewel. Mevrouw Naema Tahir. Met je geniale inzichten. En je nul verstand van taal. Kijk, mevrouw Naema Tahir, als je dit hoort. Het Nederlands. Dat is een van de Indo-Europeaanse of Europese talen. Indo-Europees. En het Nederlands is daar een goed voorbeeld van. En veel andere talen hier in Europa zijn Latijn geïnfecteerd. Of Latijns geïnfecteerd. Zoals Frans, en Spaans, Italiaans. Voor zover ik het weet hoor, maar zo ongeveer. Zelfs Duits, daar zitten Latijnse elementen in. In het Nederlands niet. Niet of nauwelijks. We hebben een aantal buitenlandse woorden, zoals downloaden en ja, trottoir. Toilet.
semi-buitenlands. Het woord überhaupt, dat mag je ook op zijn Nederlands zeggen. Ja. Und so weiter und so fort, mag je ook zeggen op zijn Nederlands. Maar voor de rest is Nederlands een hele een taal gebaseerd op een hele lange historie. Het komt uit het Sanskriet, mevrouw Naema Taher. Ja, gaat het een beetje lopen veranderen? Met je leuke hoofddoek? Dat denk je nou niet. Stommeling dat je bent. Schande over jou en jouw familie. Dat jouw familie dat duldt. Dat je zo onbeleefd doet tegen de bewoners van het gastland. Daar is je toch op bezoek? Toch? Met je carrière komen maken, want in Pakistan, ja, daar is iedereen al heel welvarend en ja, daar is alles klaar. En Nederland is één groot ontwikkelingshulpgebied, waar ze hele rare taal spreken. Ja, met de en het. En zij gaat het even lopen oplossen. Ja, flikker op. En by the way, ik heb een ongelofelijke pesthekel aan mensen die geen Nederlands kunnen spreken. En toch hier al tientallen jaren zitten. En er nergens op slaan. Als je het niet kan, als je de taal niet kan, moet je er niet gaan wonen. Ik ken Nederlandse mensen, meer dan één, en die zijn verkast naar Frankrijk. Die spreken vloeibaar Frans. Bah oui, bon, non. Oulala, c'est le métro qui passe. Ja, daar kies je dan toch voor. Je gaat toch ook niet naar Frankrijk toe en dan even de hele grammatica lopen verbouwen. Maar joh, dat Frans van jullie is echt te stupide. Nou is Frans ook wel een beetje stupide, maar dat is een grapje. Hè? Daar kunnen die mensen niks aan doen. Maar je moet die dat Frans gaan veranderen, ben jij een maf? Ça va bien? Ça va mieux. Ça va meilleur. Aimer, c'est n'est-ce regarder l'un l'autre... En mee ze regarder dans une même direction. Ja, meer Frans weet ik ook niet. Hoor. Maar die ken ik dan wel. Maar zou ik naar Frankrijk gaan? Ja, dat is een paar maanden. Zo'n taalkursus kan je downloaden. Die zet je op je iPhone en dan oortjes in. En dan moet je alles nazeggen. Repeat after me. Heb je dat in een paar maanden onder de knie? Was dat nou? Een beetje je vocabulaire leren. Nee, het is zielig hoor voor die familie van Naema Tahir. Die konden het in Pakistan niet uithouden. Toen zijn ze naar Slough gegaan. En Slough, dat is die stad waar die Britse versie van The Office is opgenomen. Wel, zogenaamd speelt zich dat af in Slough, in Berkshire. Ja, daar kennen ze niet zitten, in Pakistan kennen ze niet zitten. En dan komen ze naar Nederland en ik zeg, godverdamme, ze spreken hier allemaal Nederlands. Moet ik het groene boekje erbij nemen? Is dat mijn probleem? En hoezo uren in de week bezig ben met het groene boekje? Echt waar, joh. Nog niet uit. Dat duidt toch echt op een beperkt... hoe moet je zeggen? Opnamevermogen van de breinsysteem. Het is maar Nederlands, hoor. Het is slechts Nederlands. Het is maar een taal. En een hele mooie taal. Umberto Eco
Die heeft een boek geschreven. Het heet In Search of the Perfect Language. Ik ben het helaas kwijt. Denk ik. Ja, ik ben het kwijt. Ja, daarin komt het Nederlands als nummer 2 uit de bus. Yep. Umberto Eco, die pizzabakker. Of die man uit pizzabakkersland. Je kent hem wel, In de Naam van de Roos. Of is dat weer te ingewikkeld? In het naam van het roos? Of zo? Nee, doe maar In de Naam van de Roos. Oké. Okay. Nou, die schrijver dus. Dat is geen Dombo. Niet mijn favoriete acteur hoor, behalve dan dat boek Op zoek naar de perfecte taal. Dat vond ik goed geschreven. Goed uitgewerkt. En de eerste taal die hij dan, Umberto Eco, hè? Wat hij de beste taal vond, dat was de taal van de I Ching. Het boek der veranderingen. Dat is ook taal. Joho. Dat is erg interessant. Maar het Nederlands is niet zomaar wat. Het is niet zo dat wij Nederlanders zo ingewikkeld zijn gaan spreken om een taalbarrière op te werpen tussen ons en het buitenland. Nee, wij Nederlanders, we spreken minimaal 2 talen. Mijn dochter spreekt er 3. En Frans, dat heeft ze ook zo onder de knie, hoor. Nederlands, Engels en Duits. En mijn dochter kan ook nog Brits, Engels en Amerikaans, Engels. Een tijdje gewerkt als au pair of zo in Londen. Ze zeggen een heel British accent hoor. I know how to talk British. Dus in Nederlands moet je helemaal niks aan veranderen na eenmaal te hier. En laat ik het zo zeggen, als je het Nederlands kapot maakt, dan maak je Nederland kapot. En waar gaan mensen zoals jouw familie, die kennelijk nergens kunnen wonen, hebben overal een probleem. Je kan niet eens rustig in Pakistan blijven wonen en daar gaan lopen zeuren over het verbeteren van het Pakistaans. Wat mij dan, ja, ik ken helemaal geen Pakistaans, maar het Nederlands hoef je voor mij helemaal niet te verbeteren. Dat is af, dat is klaar. Behalve den man die de Sarfati-straat de mooiste straat ter wereld vond, heb ik geen wonderlijker kerel gekend dan den uitvreter. Dat is toch een hele duidelijke zin. Ja. In de tweede orde predicatenlogica is die zin langer dan in het Nederlands. Ongeveer 30-40%. Qua karakters. En dan heb je termen als, wat zit er allemaal in, hè? Behalve de man. Nou, behalve, dat is een operator. Maar de man, dat wordt een M. En dan Sarfati-straat, dat noemen we S. En dan... Mooi, dat wordt een predicaat. Dat doen we dan. Daar nemen we de N voor. Want we hebben al een M in gebruik voor man. Maar dus, die woorden worden 1 letter. Maar dan al die operatoren erbij. Om daar dezelfde. Scene, noemt Gottlob Frege dat. Om dezelfde scene te krijgen. Dezelfde inhoud. Ja, ja. Heel wat karaktertjes verder hoor. En in het Nederlands. Ja. Is dat mooi kort? In het Engels kom je er ook wel mee hoor. Except for the man. Ja, wij zeggen dan behalve de man. En in het Engels zeg je except for. Nee, je kan zeggen except the man. Ja, dat kan ook wel. Except the man. Who found the Sarfati-straat.
the most beautiful street in the world. Ja, misschien dat naar EMA en dan misschien dat ze beter naar Amerika kan. Duitsland, ik zou dat in haar geval niet doen hoor. Nee, voordat ze dat onder de knie heeft. Nee. Maar jammer dat ze geen Nederlands kan. Ik vind het niet grappig, namelijk. Wat ze hier doet, hè. Want het is zo. Als je de taalgebruik hoort onder kinderen, jongens. Zo, de knetter. Dus iedereen die praat allochtoons. De meisje met de jongen naar de feest in de dorp. De huis, de tent. Ja. Alsof het daar beter van wordt. Nee, ik heb liever dat dit soort mensen hun mond houden. Als je toch geen Nederlands kan, houden dan over. Zo heb ik ooit die ruimte gehad om... Nee joh, ik moest het toch ook leren? Nou, en ik heb het geleerd, want ik ben een Nederlander, Nederlands opgevoed. En al heel snel Engels gaan leren, was ik. De lagere school was dat. Ik heb wel eens, dan zit ik naar zo'n film te kijken, denk ik, oh, in het Engels, hè, en denk ik, oh, verhip, de ondertiteling staat hier aan. Menu toe en subtitles. Dan doe ik meestal Engelse subtitles. Lekker meelezen. Ja, zo leer je toch een taal. Maar zij is toch columniste? Nou dan. Nee, dat is geen leuke grap. Dat is niet humoristisch. Van haar kant, van mijn kant is het wel humoristisch. Heel humoristisch bedoeld. Nou, we moeten allemaal een inzamelingsactie gaan houden. Om de familie en alle andere aanhangende familieleden, om daar een plek voor te zoeken. Waar ze een taal begrijpen die hun stomme achtergebleven achternicht... wel kan begrijpen. Pakistan bijvoorbeeld. Mag ze daar gaan werken voor de Pakistanse trouw, Jalalabad. Weet ik niet, dat is het einde van het Nederlands. Als we zo doorgaan. Erg. En het is vastgesteld, hè, dat mensen met beperkte taalbeheersing, die vervallen eerder tot criminele toestanden. Of geweld. Al dat soort dingen. Duidelijk gerelateerd. Ja, als mensen geen taal kunnen hanteren, ja, dan gaan ze met de vuisten of whatever... de boel oplichten. Ja, flikker. En daaraan meewerken, dat doet mevrouw Naema Tahir. En heeft zij dan bezwaar gemaakt tegen Pauwnet? Want Pauwnet was niet serieus genoeg. Nou, daar ben ik met haar eens. Er is geen discussie over mogelijk. Dat hoeft van mij niet.
Het enige leuke wat ik heb gezien op Pauwnet, dat was zo'n blonde bitch met zo'n brede riem, zodat je kan fantaseren over de vorm van haar bilspleet. Die staat op hoge hakken, helemaal opgeschilderd, alsof ze... Apache! En dan met zijn microfoon mensen interviewen op straat. En dan kwamen er 3 of zo. Jongens uit Marokko. Marokkaanse afkomst. Dus, ja. En die zaten haar toch af te zeiken, joh? En die jongen, die woordvoerder van die 3, die zei tegen haar... Ja, moet je kijken. En wij zitten hier in het land van Sodom en Gomorra. Ja, dat zei hij niet, want dat is Koranist. Maar dit land gaat naar de kloten. En ja, wij gaan samen met het land naar de kloten. Want alle vrouwen lopen over straat in een brede riem als rok. En dan kan je fantaseren over de bilspleet. Maar ja, zei die jongen. Jullie zijn niet anders. Hè? Maar dat vond ik wel een goeie. Die jongen, dat had mijn zoon mogen zijn, hoor. Dan had ik gezegd, goed zo, jochie. Wat heb je mooi gezegd. Dat Pauwnet, dat interesseert me ook helemaal geen donder. We hebben Joris Demmink, de kleuterneuker. De zogenaamd kleuterneuker. En niemand doet er wat aan. Dus nee, er is allemaal niks aan de hand. Doorlopen, mensen. Laat mevrouw Naema Tahir, als ze zich dan zo zorgen maakt. En laat ze Joris Demmink even oppakken. Ja, doe dan wat. Help ons een beetje. In plaats van ons af te lopen zeiken over het feit dat wij een anti-allochtone taal hebben. Te belachelijk. Wat een wieg. En wat moet je met die mensen? Nou, ik zou het niet weten. Inzamelingsactie houden. Dat wel, ja. Giro 555. Ja. Doe haar nog Nederlands leren en respect leren voor een gastland waar je verblijft. Omdat je eigen land, dat vond je niet goed genoeg voor jezelf. Een beetje upnose, zullen we zeggen. En in Nederland denk je, jezus man. Ja, weet ik het, sorry. Ja, dan moeten we op zoek naar een plek. Ja, waar ze naartoe kan. Met haar familie. Ja. Dan zijn we van het probleem af. Het probleem wat Naema... Tahir heeft. Met Nederlanders. Want die spreken Nederlands. En dat is zo ontoegankelijk. Ja, maar dan heb ik er ook geen zin meer in. Ja. Probeer Denemarken. Zweden. Noorwegen. Finland. Wat dacht je van Finland? Of Polen. Gewoon Polen. Of doe Russisch. Oh, je gaat naar Hongarije. Even opletten, Naema Tahir, dat in Hongarije dan een bier, dat heet daar schoen, en wijn heet daar bor. Niet door elkaar halen, want anders dan krijg je een glas bier terwijl je dacht dat je wijn bestelt. Dan krijg je een glas wijn terwijl je dacht dat je bor, bier bestelde. Nee, bor is bier. En bier is schoen. Dan heb ik alvast eventjes Hongaars geleerd, Naema Tahir. Dan ga je dan lekker naar Budapest. Voor de Budapest Daily Standaard werken. Zo. Dan ga je daar lopen zeiken over het Hongaars. Waarschijnlijk als Naemi... Naema... Lijkt een beetje Naomi, hè? Naema Tahir. Hè? En die zou in Hongarije zitten. Boom. Ja, dan kunnen die Hongaren de borst nat gaan maken, hoor. Dan gaat zij zeggen, ja, het Hongaars, dat lijkt qua structuur op het Japans en op het Fins
En dat vind ik nergens op slaan, want ik zit in Hongarije. En hoezo is het dan een taalgroep met Fins en Japans? En ik heb het al zo moeilijk. Oh, en nu maar hopen dat ze geen kinderen heeft. En niet van plan is, dus, dat deze ellende stopt. Hopeloze vluchtelingen. Je kan zeggen wat je wil, maar die Suri's die hier zitten, ja, die kennen Nederlands. En die Indo's, die kennen Nederlands. Je was vandaag in de supermarkt en er was een hele grote negerin. Dat was zo'n huge baby. En die sprak Nederlands, man. Uit beleefdheid heb ik haar geen compliment gegeven. Want dat kan denigrerend overkomen. Als je tegen zo iemand zegt van, wat spreek je mooi Nederlands. Maar een mooie stem had ze ook. Hoor. Mooi helder, goed in de zang. Ze werkte daar voor het eerst. Dat was hier in bij de Spar. Ik had haar nog niet eerder gezien. En ik kom er elke dag. Dus dat zeg je dan niet. Dus het kan wel degelijk. Maar ken ik die Pakis niet. Ze loopt een beetje achter op de feiten. Die hebben zich verslikt. Schande over haar familie. Stommeling dat ze is. Dat doe je niet. En het is zo dat met het Nederlands heb je dat groene boekje. En dat zeuren over woorden als pannenkoek. Moet het nou pannenkoek zijn of pannenkoek? Het maakt mij geen donder uit. Hoor. Die andere dingetjes die ze dan nog hebben. Van, ja, dit gaan we voortaan zo schrijven. En dat gaan we voortaan zo schrijven. Ja. Met Jörg Liesman ben ik nou bezig met een boek. En dat is geschreven in 1844 in Nederlands. In het Nederlands. Het Nederlands. Niet in de Nederlands. Het is de Nederlandse taal. En het Nederlands. Ja, dan geef ik weer eventjes gratis helemaal. Terwijl ik helemaal niet vergoed word door de Stichting van de Nederlandse Vrijwilligers voor de Ontwikkelingshulp. Zit ik na EMA, Tahir, even gratis taalles te geven. Het is de Nederlandse taal en het Nederlands. Ja, als je dat niet snapt. Dat is erg. Dat is heel, heel erg vervelend voor je dat je dat niet snapt. Ik ga toch ook niet zeggen als ik ga schaken. Ja, nee, maar ik wil wel schaken, maar dan zonder torens en ook die paarden weg. Want, daar word ik helemaal gek van. En dat rokeren, nou, daar snap ik helemaal niks van. Die regels schaffen we ook af. En het ampersand slaan, dat doen we ook niet meer. En trouwens dat de pion in de eerste instantie 2 stapjes vooruit mag en daarna maar 1 stapje. Dat vind ik ook belachelijk. Dat vind ik een permanente achterstelling van allochtoontjes. De pionnen mogen lekker naar voren en ik vind ook dat pionnen naar achteren mogen. Hoor. Want als een loper naar achteren mag, nou dan mag een pion ook naar achteren. Dan is het een permanente discriminatie van allochtoontjes. En ik vind ook dat als je aan het dammen bent. En je wil een dam. Nou, en er is een steen geslagen. Dan pak je die geslagen steen en die zet je boven op je eigen damsteen. En dan heb jij een dam. Dus iedere keer als er een steen geslagen wordt, dan heb jij een dam erbij. Want dan pak je die steen die naast het bord ligt, die leg je op die andere steen en dan heb jij een dam. Ja, dan kunnen allochtonen ook een beetje meedammen. Nee, allochtonen zijn niet zo slim. Dat is het punt.
Ze hebben beperkte vermogens. Ze begrijpen er geen donder van. Ik ben blij dat ik haar man niet ben. Dat wel. Je zal er maar mee in bed moeten liggen. Niet mijn succesnummer. Niet zeiken over mijn moedertaal. Of moerstaal. Maar zij is toch zo graag multicultureel? Als ze nou monocultureel was, dan had ze lekker in Pakistan gebleven. Lekker in de Pakistanse cultuur. Allemaal lekker, wat lullen ze daar in Pakistan? Dan doe je dat lekker. Maar zij wil toch zo graag multicultureel zijn? Ja, leer dan de taal. Tja. Ik heb 2 zomers gewerkt op Schiermonnikoog in de keuken van de Sapkum. Zo'n pannenkoekenrestaurant. Daar kan je ook Duitse biefstuk en schnitzels en whatever. Nou, en op Schiermonnikoog spreken ze Fries. Ja, en ik kom daar binnen en ik heb een tijdje in Groningen gewoond. Dus al een beetje gewend aan dat platbroden. Maar ik kom uit onder Amsterdam. Denk je dat ik heb lopen zeiken over het Fries in die keuken? Nee, natuurlijk niet. Waarom? Het was even wennen in het begin. Word je dit, word je dat, word je... Maar omdat je samen werkt, dan weet je gelijk het woord voor pan of zo. Dan mag ik even de klumps, of weet ik wel wat ze zeiden. En dan wijzen ze naar die pan en denk je, oh, die pan, dat is de klumps. Dat weet je dan ook weer. Ja, dan moet je wel werken en dezelfde taal spreken. Maar dat doet mevrouw Naema Tahir helemaal niet. Hé, die zit een beetje te ouwe horen vanaf een kansel. Een beetje de les te leren. Ja, Nederlanders, het is maar goed dat ik uit, niet in Pakistan kon blijven. En dan zijn we geprobeerd, mijn familie heeft geprobeerd om in Engeland, in Slough, maar dat was ook niks. En, nu zitten we hier, maar hier is het ook niks. Het is een heel grote behoefte aan taalverandering, want de Pakistanse taal, die is perfect. Kijk maar naar het land. Dat is een heel mooi land en geweldig daar. Ja, mijn neus never brengen niet, natuurlijk. Waarom denk je dat Naema Tahir hier zit? Domme clown. Ik hoop dat Geert Wilders daar wat aan gaat doen. Dat hij ook een actie gaat beginnen van meer of minder Pakis. Een grote stemming houden. Ik snap niet waarom die vrouw columnist is bij de Trouw. Of Trouw, moet je. Nee, dat is de Trouw. Nee, het Trouw natuurlijk. Hij is communiste. Een Freudiaanse verspreking. Zij is communiste. Bij het Trouw. Bij de Dagblad, de Trouw. Ja, kom er maar eens achter, hè. Waarom is het het Dagblad en de krant? Het is niet het Bijbel, het is de Bijbel. Dus een Bijbel hoef je niet te beschermen, hoef je niet voor te zorgen, helemaal niet. De krant ook niet. De krant kan verrekken. Het Dagblad, dat is iets waar wij elke dag voor moeten zorgen.
om elkaar op de hoogte te houden en te vertellen hoe het zit. Dat je het even weet. En dan werkt zij bij het dagblad De Trouw. Dagblad Trouw is het dan. Toch? Ja, daar staat een wiki in, daar zoek ik nou niet meer op. Waarom werkt ze daar? Zij is een etnopopulist. Ik ben mooi bruin en jullie Nederlanders, jullie moeten altijd naar de zonnebank om net zo bruin te zijn als ik. En dat kost alleen maar elektriciteit. En dat gaat ten koste van de economie van Pakistan. En... dus ik ben beter dan jullie. En ik ben een wereldburger, by the way. Ik woon op deze wereld. Ja, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar Jörg Liesman bijvoorbeeld... Dus mijn bijbellezende, bijbelgelovende, christen, fundamentalistische Duitse vriend uit Hamburg. Nou, die woont sinds jaar en dag in België. Die lult gewoon Nederlands. Ja, Vlaams. Dan gaat hij op mij over Skype en zegt hij, heb je goesting? Om vandaag een zending te maken. Jörg Liesman leert. Zal je Jörg Liesman horen lopen zeiken over Nederlands? En waarom? Helemaal niet. Ik heb een uitzending gemaakt. En die is al een hele tijd terug, een hele leuke hoor. Die gaat over Dietz. Dan weten Naomi. Ik vind het. Waarom heet ze niet gewoon Johanna van den Berg? Maar Johanna van. Naema. Tahir. Ja. Wie kan dat toch ook doen? Waarom kan Jörg Liesman dat wel en Naema Tahir niet? Ja, vraag het je maar even af. Dat is een ernstig probleem, hoor. Mijn vriend Rashid was aan het schrijven. Ik schrijf veel. Ik schrijf. En ik had een stukje geschreven... En dan Rashid laten lezen. Toen zei ik tegen hem... Ja, dit is één hoofdstuk van een boek. Ik ben bezig met het schrijven van een boek. En dat boek heet Noodlot. Rashid wist bij God niet wat het betekende. Maar hij woont ook pas 30 jaar in Nederland. Dus. Ja, dat weet hij dan niet, hè. Hij heeft wel een eensgezinshuis voor zijn eigen, met een voortuin, achtertuin, in Arnhem-Zuid. Dat gun ik die man hoor, ik hoef niet daar te wonen, ik ben helemaal niet jaloers of zo. En sinds jaar en dag een uitkering. Hij heeft ook gewerkt hoor, in ieder geval. En hij zegt eerlijk van ja, hij is nog terug geweest naar Casablanca, naar Marokko, waar hij geboren is. Zijn vader kwam uit Jemen. Zijn moeder was Marokkaans. En hij kwam Frans. En ik was met hem in de kroeg, in Café de Wacht. En hij wist niet wat noodlot betekende. Dus ik op zoek naar een jongen met een, of een meisje, naar een mens. Met een smartphone. Samsung, iPhone, zeg het maar. Zo'n 3G-apparaat.
Even translate.google. Destin, zei ik tegen Rachid. Oh, zei hij. Destin. C'est ça. Ik zei, oui, c'est ça. Le destin. Maar noodlot, want destin is lot. Destined voor Huppeltje Pup. Maar noodlot, dat betekent dat je verplicht naar de kloten gaat. Ik weet niet of dat, misschien op zijn Duits dat je dat hebt. Niet op zijn Frans. Niet volgens translate.google. De hele destin. Lot is het dan. Your destiny. Maar noodlot is toch prachtig woord. Wilde Taema Taher dat ook gaan afschaffen? Oh ja joh. Ja, dat woord is zo ingewikkeld. Dat weet ik niet hoor. Nee, het is een zielige boel. Dat, zonder meer. Ik maak me er geen zorgen over hoor. Dus als mensen dit willen en dit allemaal leuk vinden. En ze hebben nog een abonnement bij Dagblad Trouw. Dan ga je lekker lezen naar die onzin van deze vrouw. Die er helemaal niks van weet. De christelijke zeggen van vrouwen, dat is allemaal leuk. Maar je kan beter kippen houden. En ja, dat ze een beetje de afwas doen en dat soort dingen. Eenvoudige taakjes. Laat vrouwen niet... Nee, jochie. Haar met een discussie met Hans Thewe. Die maakt er af, jongen. Iedereen lachen. Weet zij ook wel. Hè? Of ze wil het niet weten. Kan ook. Of ze schaamt zich. Dat is nog beter. Als zij zo dadelijk aan de andere kant van de heg komt. En dat ze dan kan zeggen van nou, ik ging naar Nederland en ik heb daar echt taalverbetering. Ja, als grapje dan. Hè? Maar, kijk, in Nederland kwamen allemaal mensen zoals ik en mijn familie. En, ja, we hebben niet echt de goesting om die taal te leren. We vinden die barrière, vinden wij... En daar heb ik wat aan gedaan hoor. Ik heb die Nederlanders voorstellen gedaan om de taal te vereenvoudigen. En er waren hele goede voorstellen. Alleen iemand, en die heet Perry Winkel, en ik weet ook niet waar die woont. Die woont ergens in De Dorp. De Dorp in De Gelderland. De Gelderland provincie. De Gelderlandse is die, denk ik. Ja, en die vindt het niks. Maar voor de rest ging alles goed, hè? Nou, denk je dat, dat God daar blij mee is? Dat je een taal van mensen belachelijk gaat maken? Ja. Ja, ja, het is jouw noodlot. Mijn respect heb je niet. En dat van God ook niet. Je laat de mensen met rust. Ook al zijn het de mensen die zorgen voor het land waarin jij te gast bent, dan nog laat je die mensen met rust. Geen onzin, ouwe hoeren. Als jij er zo trots op bent dat je vier talen kan, nou, dat is best, meisje. Kan je mooi elk jaar op vakantie. En denk erom dat de bier in Spanje, dat heet, dat schrijf je cerveza. Je schrijft cerveza. Maar je zegt cerveza. Weer een stukje taalles gegeven aan Naema Taher. Helemaal gratis en voor niks. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs. Bijzonder fijn. En op zijn hamburgers
zaak hier. Tjus. En dag, liefarts.